Ja, het is vandaag precies 104 jaar geleden dat dat daar gebeurde in Armenië. En staatssecretaris Menno Snel die is erbij. Dat is best wel heel bijzonder, omdat het onderwerp diplomatiek heel erg gevoelig ligt. Turkije ontkent namelijk dat er sprake was van volkerenmoord op de Armeniërs. En de Tweede Kamer die erkent dit wel, maar het kabinet die doet dat dan weer niet. En dat er nu dus een staatssecretaris bij de herdenking is, dat betekent dus zeker geen erkenning van het kabinet. Maar volgens Joël Voordewind van de ChristenUnie is het wel een belangrijke stap vooruit. Hij heeft er namelijk voor gepleit dat er iemand vanuit Nederland bij aanwezig zou zijn. En Menno Snel, die is er dus vandaag. Het is echt een belangrijke stap. Het is belangrijk voor Armenië, voor de nabestaanden. Als we de geschiedenis geen recht doen, kunnen we ook niet naar de toekomst kijken. Als het gaat om verzoening tussen Armenië en Turkije. Daarvoor moet echt die Armeense genocide erkend worden. Wij spreken hier in Nederland altijd van de Armeense kwestie. Hè? Zo spreken we altijd. We spreken nooit van de Armeense genocide. Is het dan niet eigenlijk een beetje gek als we er dan toch zijn? Wat het kabinet hier van spreekt, nou dat moeten ze zelf weten. Maar het is een heel duidelijk statement. En soms zeggen daden meer dan woorden. Ja, Wouter, Menno Snel gaat dus die kant op, staatssecretaris van Financiën. Had er niet een zwaardere delegatie moeten gaan? Ik denk niet dat men het ter plekke heel erg veel uitmaakt wie er dan zou komen. Staatssecretaris van Financiën is niet degene die je als eerste verwacht daar. Maar goed, er gebeurt nu wel iets wat eerder niet gebeurde. Dat is zeker waar. Ik vraag me alleen wel af. Wij kiezen in dit land volgens mij onze eigen woorden. Dus als wij het over genocide willen hebben, dan moeten we dat gewoon doen. En je ziet dat er heel voorzichtig in Den Haag op geacteerd wordt vanwege Turkije. En ik zou zeggen, daar moet men zich misschien wat minder van aantrekken. Of we dan vervolgens dan ook per se mensen naar herdenkingen moeten sturen. Ja, dat is een tweede. Meneer Voordewind pleit al heel lang voor. Vandaag dus iemand die kant op. Ja.